daar doe ik het dus voor. Oh, dat is lekker even kunnen lopen. Maar vandaag een bijzondere lange dag op school gehad. Om 3:30 liep ik school uit. Ja, 3:30 pas. Hey, jij daar. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is nu 9:50. En ik heb mijn jas aan, wat je wel kan zien. Ja, die wil eruit. Die wil heel graag eruit. Dus wat zou ik zeggen? Loop maar en heel veel kijkplezier. Ja, en zo loop ik dus lekker in het parkje. Lekker met de dames. Dus even lekker snuffelen. Eens kijken hoe rustig. Zo lekker lopen. Lekker toch. Daar doe ik het dus voor. Oh, dat is lekker even kunnen lopen. Het is lekker weer. Ik hou eigenlijk tegenwoordig van het voorjaar en het najaar. Dan is het ook en ook niet zo warm. Ik hou niet meer van die hitte. Dat ik niet jong was. Toen hield ik ervan, ja oké, ik ben nog in principe nog wel jong. 32. Maar mijn rouw is dan 52 bijna. December. Ja. 30 december wordt die 52. Ja, en ik ben 7 augustus jarig. Dus ik ben net jarig geweest. Dus. Ja, tussen rouw en mijn schild is 20 jaar. Maar ook daar heb ik gewoon scheid aan. Nee, maar dat maakt niet uit. Leeftijd is maar een getal, toch? Als je maar van elkaar houdt. Ja, en soms heb je eventjes even die leuke strubbelingen. Maar in welke relatie heb je dat niet? Ja, en ik deel het. Want ja, ook dat hoort gewoon bij het leven. En van de vlogster. Vloggers. Ja. Dus. Hij wil lekker graven, meis. Ja. Nou, ja, maar even lekker graven. Nou, ik heb dus hier een klapper. En ik moet dus al die bolletjes tellen. En bij de vrijdag. Kijk. Oh. Moet ik het wel even goed doen. Kijk, bij de vrijdag. Hier. Dan zie je dus allemaal bolletjes. Nou, die moet ik dus gaan tellen. Dus dat ga ik nu ook samen even met jullie doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28. Nou, dan de volgende lijst alweer. 8B, 8A, 7B. Maar mijn mannetje heeft het lekker verkeerd in de tas gedaan. En dan kan ik dus niet lekker tellen. En fijn tellen. Ik snap hem ook wel hoor, daar niet van. Maar het is gewoon niet fijn, zou ik dat gewoon voor het zeggen. Ja. Kijk. Dan doe ik het even weer zo. Want dat vind ik wel fijn op die manier. Dus, doe ik lekker op die manier. Ik heb 20 minuten de tijd om 19 klassen te doen. En nou nog 1, 2, 3, oh. 1, 2, 3, 4. Nou ja, ik laat het wel zien. Hoeveel klas ik dus moet. Ik moet dus. Ik moet dus deze klas die ik nou heb. En ik moet al deze lijsten nog doen. Dus ik heb nog even. Ja. Ik neem jullie even mee. Want op school kan en mag ik dus niet vloggen. Maar ik heb wel twee hele leuke foto's gemaakt. Wat je dus nu al wel ziet. En, want na de TSO van de overblijfmedewerkers en alles,
En omdat ik dus assistent-coördinator ben, ja, moet ik ook dingen regelen vanzelf, samen met mijn collega. Twee collega's. En de interim-coördinator en met de inwerk-coördinator, ja. Hebben wij dus een werving-selectiemiddag gehad van school. Van een uurtje, van 2 tot 3. En daar zijn toch wel positieve reacties uitgekomen. Maar heb jij nou ook zin om in een warm nest terecht te komen? Heb je ook zoiets van, hé, ik wil ook overblijven medewerker worden? Man, vrouw, maakt niet uit. Alleen maar gezellig. Hoe meer, hoe beter. En dan zou ik zeggen, ik ga even kijken op de website van www.kinderstralen.nl of www.wordoverblijfmedewerker.nl. En dat, of gewoon even de dingen lezen op de banner. Dan kom je er ook wel. En dan hoop ik toch dat ik jou eens een keertje tegenkom in de gang van school. Dus ik zou zeggen, misschien tot de volgende keer maar weer op school of gewoon per vlog. Ja, een hele goede. Nee. Avond! Nee, het is avond. Het is kwart over, kijk maar. Ja, het is kwart over 6 in de avond. Het is nu nog licht, zoals je wellicht hierachter kan zien. Het zonnetje schijnt nu nog. En om 8 uur wordt het alweer, 8, 9 uur, wordt het alweer donker. Ja, gaat hard. Maar vandaag een bijzondere lange dag op school gehad. Om 3:30 liep ik school uit. Ja, 3:30 pas. Maar ja, dat was ook werving en selectie en weet ik het allemaal van wat voor dag. Mm-hmm. Is leuk, is handig. En de kinderen die hebben huiswerk meegekregen, moesten ze eigenlijk al vandaag inleveren bij mij. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Dus dat wordt maandag. Dan ga ik daar weer waarschijnlijk een dinsdag een mooie vlog over maken. Want ze hadden gisteren dus namelijk les van mensen die dus in een rolstoel zitten. Dus ook slechthorende, blinden en met begeleidende, met geleidehonden, moet ik het wel goed zeggen. Ja. En hun zouden dus daar een soort van werkstuk over schrijven, wat ze ervan vonden. En dan kan ik dat dus daarmee aan jullie vertellen wat de klas 8b en daarvan vonden. En dat is een toffe, geweldige klas van Waarschool Essenstein. Ja. Dus ja, dat, hè, ja. En hij is ook al lang en breed weer thuis. Kijk, oeh, lekker, oeh. Lekker. Maar hoe was het op school? Ja, wel goed. De eerste sessie was redelijk te doen. Het ging over brandveiligheid. Ja. Wat voor soorten brand er waren. En hoe de brand ontstaat. En hoe je het kan blussen. En wanneer niet te blussen. En wanneer moet je wegwezen. De tweede sessie was de wettelijke kaders. Er werd een flinke toets af van over 100 vragen. En dan moest je 67 vragen goed hebben, dan had je een 6. En hoeveel vragen heb jij goed? 68. Met z'n drieën dan, hè? Ja, maar... Moest in een groepje moest je dat doen. Ja, maar... Dan kon ik iets vinden, de andere kon iets vinden. Er werd uiteindelijk een antwoord op gesloten. Er werden meer opgeschreven waar de meerderheid voor stemde. Ja. En dat was dan het antwoord. Ja, en? Daarna moesten we het met z'n allen beantwoorden. Mm-hmm. We waren 4 groepjes, ieder 3 personen, dus dat ging goed. Dus dat was een topdag op school. Ja. Dus nu nog maandag en dinsdag en dan ben je hopelijk weer een paar dagen vrij, heb je rust. Ja, en dan hoop ik dat je een donderdag en een vrijdag weer even mee kan naar school. Ja, dan ga je lekker eventjes school doen daar en dan daarna weer in de boeken duiken. Mm-hmm. Ook proberen. Dus, geeft niet. We zitten nu even lekker even te hangen op de bank. Mm-hmm. En dan zometeen gaat hij even de afwas even doen. Afwas? Nee, lopen. Een rondje. Ook weer. Afwas eerst even doen. Afwas, oké. En dan kan jij even lopen met deze twee. Ja, afwas. Jij gaat even afwassen. En dan ga je even lopen met de twee zusjes. Of met z'n allen drie een rondje flat. En dan ga ik de frituur aanzetten. Ja, oké. Ook strak plan, toch? Zeker plan. Zo.
Ja, mijn mannetje gaat weg. Ja. Met wie? Met de mooie? Met, hi, wifi. Ja, kom dan. Kom dan. Nee. Kom. Nee, wil niet. Ja. Het is een korte vlog geworden, maar dat maakt helemaal niet uit. Wil jullie bedanken voor het kijken. Hij ook, maar hij is nog even bezig. Ja, die wordt zwaar. Oh. Ja. Wij, ook de honden die nu daar ergens liggen. Ja, dit wordt een hele lange outro. Out, ja. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer. En laat een leuke reactie achter. Ja, en dan zullen wij zeggen tot morgen. Doei.